Applausje voor de narretjes. 25 jaar geleden nam schepen Erik Spitaals het initiatief om een krakelingencomité op te richten. Het feest kreeg een enorme boost, mede dankzij het historisch en volkskundig onderzoek, de publicatie van 2 uitgebreide studies en natuurlijk de erkenning als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door UNESCO. Deze 4 comitéleden waren er in 1991 ook al bij. Het zijn Erik Spitaals, Annemarie van den Herwegen, Louis de Kok en Geert van Bokstalen. De 3 jongsten maakten de 25 jaar rond. Graag uw applaus.